Goedendag. Het lange Paasweekend staat op het punt van beginnen en of we dan ook eindelijk mooi en stabiel lente weer kunnen verwachten, daar ga ik in deze weersverwachting verder op in. Nou, vandaag, vrijdag, start in ieder geval al wel erg vriendelijk. Een mooie foto kregen we binnen van Johnny hier vanuit Someren. En vandaag verliep dat ook echt wel mooi met een mix van wolk en zon. Aangename temperaturen rond de graad op 15. Maar het gaat in de loop van het weekend toch echt wel veranderen. En dan krijgen we grote verschillen tussen het westen en oosten van ons land. Daar verpak ik even het Duitse Icon-weermodel erbij. Daar zien we ook duidelijk die zuidwestelijke stroming waar we nu mee te maken hebben. Zeker in het oosten van Europa hoge temperaturen op grote schaal, maximaal rond de 20 graden, soms zelfs iets verder daarboven. Ten westen hebben we juist te maken met lage druk en meer wisselvalligheid en wij bevinden zich een beetje op dat grensvlak. En daarom krijgen we zeker zaterdag ook grote verschillen tussen het westen en oosten van ons land. Vrijdag eerst is dus nog wel droog, maar in de nacht naar zaterdag dan trekt er wat regen over. Die trekt dan zaterdag overdag weer weg. Het oosten, daar de grootste kans op zonnige perioden, in het westen vaker die bewolking. Op zondag dan is het vrijwel overal droog met dan een mix van wolken en zon. Er staat wel weinig wind en dat kan in deze tijd van het jaar toch nog wel een beetje een probleem zijn. Er kan nog wat laaghangende bewolking dan zich gaan vormen en het is dan nog maar de vraag of dat helemaal gaat oplossen. In de nacht naar maandag, tweede paasdag, dan trekt vanuit het zuiden opnieuw een lage drukgebied binnen en dat belooft dan ook echt wel een hele regenachtige dag te gaan worden die maandag. Dus dan kan de paraplu echt wel weer uit de kast. We hebben natuurlijk te maken met die zuidwestelijke stroming. En op zaterdag dan wordt er daarbij ook Sahara-stof aangevoerd. En dat kan mogelijk nog wel eens wat roet in het eten gaan gooien voor die zonnige periode die op de planning staan. Dit wordt namelijk niet of nauwelijks meegenomen in weermodellen. En daarom pakken we dit even apart erbij. Als we dan kijken zaterdag om 12 uur s middags bevindt die bel met Sahara-stof zich voornamelijk over het oosten van ons land. Juist die plek waar die hoogste temperaturen worden verwacht van nu zo'n 18 of 19 graden. Maar mocht dat Sahara-stof echt wel wat dikker zijn. Dan zou de zomaar die temperatuur een aantal graden kunnen gaan drukken. omdat de zon veel minder fel kan schijnen. Dus dat is toch wel even iets om rekening mee te houden voor de zaterdag. Zoals ik net ook al zei, bevinden we ons morgen zaterdag. op het grensvlak van die warme en die minder warme lucht. Dat zien we ook mooi terug in de maxima in het Icon D2 weermodel. Ook het Duitse weermodel, een, fijn waas, een fijnmazig weermodel. In het westen worden maxima verwacht van slechts een graad of 10 in dit model. Terwijl het oosten naar temperaturen boven de 15 graden gaat. Misschien 17, 18, lokaal zelfs 19 graden. Dat front bevindt zich dus precies boven ons land. Waar dat natuurlijk precies komt te liggen is nog steeds wat onzeker. Dus een kleine verschuiving is nog steeds wel mogelijk. Maar de grootste kans op echt mooi weer is toch wel voor het oosten van ons land weggelegd op de zaterdag. Dan nog even vandaag. We hebben echt wel te maken met aangenaam weer: een mix van wolken en zon. En de temperatuur die komt uit zo tussen 13 graden in het noorden... tot lokaal zelfs nog wel een 15 graden in het zuidwesten van het land. Er waait daarbij wel een stevige wind. is overwegend matig uit zuidwestelijke richting en vrij krachtig aan zee. In de nacht naar zaterdag. Dan trekt vanuit het zuiden dus die bewolking binnen en later ook wat regen. De wind die zwakt af, waait nog steeds wel uit zuidelijke richtingen... en de minima komen uit rond een graad of 8. Zaterdag dus die dag met grote verschillen. In het westen 12 of 13 graden, direct aan de westkust mogelijk maar een graad of 10. Het midden een graad of 14. In het oosten dus de grootste kans op die zonnige periode. En als die zon dan doorbreekt, dan kunnen we nog wel die 18 of 19 graden gaan halen. Mocht dat Sahara-stof echt wel wat dikker zijn, dan is het waarschijnlijk een aantal graden lager. De wind die waait in het oosten uit zuidelijke richtingen en is zelfs slechts zwak van kracht. In het westen meer uit noordelijke richtingen en is daar matig van kracht. Zondag, eerste paasdag. Dat wordt dan echt wel de mooiste dag van dit paasweekend. Temperaturen komen uit zo tussen 14 en 16 graden. Het waait daarbij nauwelijks en er is een mix van wolken en zon. Misschien in het zuiden later op de dag nog wel wat regen. Houd overigens ook rekening met paasvuren, want die worden natuurlijk aangestoken. De wind waait uit oostelijke richtingen en dat kan her en der dan toch wel voor wat overlast gaan zorgen door de rook die dan ons land gaat binnentrekken. Zeker als je last hebt van je longen, is dat wel even iets om rekening mee te houden. Dan de maandag, tweede paasdag. Dat wordt echt wel een mindere dag. Regenachtige periode. De temperatuur gaat ook een flink stuk omlaag met maxima rond de graad of 11. En dat weerbeeld houden we de dagen daarna vast. Heel veel bewolking, lage druk domineert. Met regelmaat valt er wat regen. De temperatuur gaat later wel weer iets verder omhoog. Maar als ik de pluim er dan even bij pak, dan zien we inderdaad dat richting het weekend er een tijdelijke opleving is van de temperatuur. Wel nog enige onzekerheid, maar daarna opnieuw een dalende trend. En voorlopig hebben we dus ook niet te maken met stabiel lenteweer. Een fijn paasweekend.